Goedemorgen mensen. Kwart over elf geweest. Ik ben ondertussen een kwartiertje bezig. Mijn 24 uur zijn begonnen. In deze omgeving ben ik bezig met het plukken van een paar hazelnoten. Het zijn er niet veel. Maar ja, geen eten. Dus je pakt wat je kunt. Daar ga ik nog even mee door zo meteen. Tuincheck. Zestien over elf. Ik spreek jullie later. Verse mais, jongens. Volgens mij is het nog niet helemaal rijp. Ik heb er niet zo heel veel verstand van. Maar ik ga drie aren plukken. Dan heb ik in elk geval iets. Of iets opeten zie ik dan later wel. Oké, drie maïskolven. Ik heb degene genomen waar de draden zeg maar al verkleurd zijn. Waarvan ik denk dat ze het rijpst zijn. Zoals gezegd, ik heb er geen verstand van. Het is een verrassing voor me. Maar het is een aanvulling op mijn dieet, dus ik neem het mee. Gadverdamme wat lekker, maar ja, mag niet. Ik ben nu ongeveer halverwege mijn eerste bestemming. Dus even kijken op mijn horloge. Of mijn phone. 18 minuten over 12. Dus redelijk benauwd. Tenminste vind ik. Dus ja, nog een half uurtje lopen ongeveer, dan ben ik op mijn eerste bestemming. Dus ik ga even snel door. Laat ik onderweg nog wat beelden zien. Hé, hoop ik nog wat te eten te vinden. En dan zit die alleen er alweer op. Ga snel. Voor degenen die de film hierover gemist hebben, jullie weten wat dat betekent. Maar nou heb ik wel een best groot probleem, toch? Tijd om een beetje water te tappen. En hierbij een mooi helder beekje. Sommigen van jullie weten waar het is. Dan gaan we de waterfles maar eens vullen. Hey, I heard you want to leave this place where we grew up. This old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids so we could see. Water run, river's gonna cry when you're gone. Where will you go? Won't you miss the ones you know? I'll be here hanging on, waiting for your call. Seems like time as a wave passing by. Eerst maar eens wat drinken. Bijsmaak, helemaal niks. Lekker. Hey, I was hoping you would stay, but I've always known that you would go find your own way. I still see when we climbed up in those trees, 12 years old, feel the wind, watch the river run.
sun would always shine when we sat there, you and I. Zo jongens, aangekomen op de eerste plek. Ga eerst even wat drinken. Best wel wat gezweet onderweg. Dan even mijn onderkomen opbouwen. De tijd. 2:15. Gaan we even een poosje rusten. Misschien nog even wat doen. Daarna opbreken. En doorwandelen naar de tweede locatie. Ik heb nu 7,43 kilometer gelopen. Dat neem ik op via de app Strava. Dus ik vind het ook wel even mooi geweest. Hè? Omdat we maar 7 items mee mogen nemen, heb ik besloten geen haringen mee te nemen voor de tarp. Dus die moet ik zelf maken. En dat is gelijk een goed moment om je skills te oefenen. Dus lekker bezig. Het leek mij ook een strak plan om dat bij mijn eerste stop te doen. Je moet toch je tent opzetten. En je hebt nu waarschijnlijk nog de meeste energie. Dus alle klussen die je gedaan moet hebben, kun je beter nu doen. Kamp is opgezet. Hoe heb ik het gedaan? Mijn tarp setup. Het is een tarptent met bodem. Ik had geen touw bij me, dus ik heb hem zo gemaakt dat hij zonder touw toch blijft staan. Daarvoor heb ik 7 houten haringen gemaakt. En 1 staande stok. De staande stok zorgt ervoor dat ik ruimte heb om te slapen. De houten haringen zorgen ervoor
dat de tarp mooi strak opgezet staat. Dus ja, dat is mijn onderkomen voor de komende 24 uur. Oké, de 7 items. Zoals jullie in mijn aankondiging al kunnen hebben zien, zijn alle 7 items die ik toen toonde ook nu aanwezig. De tarp uiteraard. Het mes en de zaag. De container voor mijn drinken en eventueel mijn gevonden eten. De slaapzak. De waterfilter. En mijn fire steel. Daarnaast heb ik nog een aantal items die niet tot de uitrusting horen. Mijn telefoon. Mijn batterijlader, mijn eerste hulpset. Ik heb voor vanavond een sweater mee. En eventueel, als ik het koud krijg, nog een vliesjas. En dat is alles wat ik heb. Daar moet ik het de komende 24 uur mee doen. Nou, je ziet het. Ik lig mooi vrij van de bosgrond. Dus ik hoop dat eventuele teken en dergelijke mijn tent voorbij gaan vannacht. Ruimte genoeg, comfortabel. Wat willen mensen nog meer? We zijn best al een poosje in tijd onderweg. Ik denk dat het rond 3 is nu. Ik zal zo even kijken en jullie een tijdcheck geven. Dus ik heb alles opgezet. Ik blijf nog even een half uurtje op de plek. Even rustig liggen. Ik begin zo langzamerhand honger te krijgen. Ik was net na het zagen een klein beetje duizelig, dus dat duidt meestal op een laag bloedsuiker. Bij mij kan dat heel erg fluctueren, dus ja, dan maar even rust nemen. Maar het gaat prima zo. We vertrekken weer. Op naar de tweede plek. Tijdcheck. 4:30. Strava loopt ook weer. We gaan op pad. Zo, 2,5 kilometer gelopen. Het is 4 uur. Ik begin nu toch wel erg honger te krijgen. Dus het eerste maiskolfje gaat eraan. Ik moet nog een kilometer of 8, denk ik, voordat ik uiteindelijk ben waar ik moet zijn. En waar ik de nacht doorbreng. Dus even een klein beetje voer tot me nemen. Zo, dat is lekker. De paar hazelnootjes die ik gevonden heb, die bewaar ik nog. Als er wat in zit, dan moet het een delicatesse zijn, dus misschien neem ik ze pas morgen vroeg wel. Dit is mijn eerste kolf. Vanavond nog een kolfje. En morgen vroeg, als ik de laatste 3 kilometer moet lopen, nog een kolfje en als delicatesse de hazelnoten. Dan heb je wat. Dan heb je iets om naar uit te kijken. Loop ik net een beetje in mezelf te denken. En hoor ik in één keer vooral alles onder mijn voeten ritselen. Dus ik kijk eens, wat blijkt. Ik ben bij een beukenboom en er liggen allemaal beukennootjes op de grond. Dus wat ga ik doen? Die ga ik plukken.
Kijk jongens, daar ga ik nog even mee door. Aangekomen op de tweede plek. Ik ga zo mijn tentje opbouwen. Ik wilde eerst nog door naar de derde plek, maar dat wordt hem niet meer. Het is te laat. Mijn timecheck. Kwart voor zeven. Dus ik heb geen zin meer, ik wil rusten. Ik heb honger. In totaal 13,7 kilometer gelopen vandaag. Op een ontbijtje. Ik vind het wel genoeg. Dus ik ga opbouwen en lekker uitrusten. Ik kom bij jullie terug als alles staat. Ik ben een paar keer opgehouden door mensen die vroegen wat ik aan het doen was. Ja, dat krijg je als je op de grond beukennootjes zit te zoeken. Aan een zandpad waar half sandalend Nederland langs loopt. Maar goed, dit is de plek. Het water hangt. Morgen gaan we naar de laatste bestemming. Maar daar had ik nou geen zin meer in. Het wordt ook te laat. Anders moet ik in het donker opzetten en ik heb geen zaklamp bij me. Ja goed, het licht van mijn telefoon, maar dat is niet ideaal. Dus ik heb hem nu hier maar opgezet. Rusten en dan kijken wat we gaan doen. Slaapzakje ligt erin. Andere spulletjes. Maïskolfje eten zo. Klaar. Ik heb een beetje redelijk slapen. Ja, tot nog toe wel. Met mijn hongergevoel. Het knaagt. Ik ben zeker beesten. Een matrasje. De vloer is best hard. Zekerheid. Nog even een tijdcheck. 1:34. Wel trusten we weer. Goedemorgen jongens. Het is half acht, zaterdag 16 of 18 september. We zijn de nacht doorgekomen. Goed geslapen, al zeg ik het zelf. Tof dat jullie me gisteravond ook in grote getalen allemaal even een welterusten wensten. Vond ik een goede beuk. Ik ben de nacht wel doorgekomen. Hoe heb ik geslapen? Ja, goed zoals ik al zei. Wat miste ik? Mijn matrasje. Zoals ik vannacht eerder ook al aangaf tijdens een tijdcheck. Het lag bijzonder hard. Mijn heupjes die hadden daar wat last van. Maar uiteindelijk zette de grond zich een beetje naar mijn lichaam. En ja, lag ik best wel comfortabel. Dus ook zonder matje. Goed geslapen. Ik ga het niet elke keer doen. Maar prima. Ik heb mijn rotzooi al een beetje ingepakt. Ik ga even mijn ontbijtje eten. Ga ik het spul oppakken naar de laatste locatie. Dat is hier vandaan nog zo'n 3,5 kilometer lopen, denk ik. Daar nog even bivakeren. Ik
weet dat daar nog bramenstruiken staan, dus dan eet ik mijn buik nog even vol aan de bramen. En vandaar is het dan nog 3 kilometer naar huis. Ontbijt. Ja, maar koffie hebben we niet. Dat is best wel kut eigenlijk. Drie kilometer gelopen inmiddels. Maar zoals ze vaak terecht zeggen, de laatste loodjes wegen het zwaarst. Wegen het zwaarst, moet ik zeggen. Maar kijk eens, wat een prachtige omgeving, jongens. Zo, mannen, aangekomen in een nieuw stuk bos. De tent is inmiddels opgezet. Dus we gaan nog even rusten. En dan zit het er over een uurtje op, denk ik. Nou, na deze plek was het 4,8 kilometer lopen. Ik heb er niet zo snel over gedaan als jullie kunnen zien, maar ja. Bijna geen vreet in mijn lijf, dus veel energie heb ik niet. En voor de tijdmeting. 10 voor 10, zaterdag de 18e, mijn laatste stop. Ik had mezelf nog een cadeautje beloofd, mijn hazelnootjes. Ik ga eens kijken of ik ze kapot kan krijgen en of er wat in zit. Er zit niks in. Daar zit ook niks in. Is ook leeg gevreten door een worm. En de laatste. Leeg gevreten door een worm. Helaas, geen hazelnootjes, maar ik heb wel iets gehad om naartoe te leven. Jammer, maar het is niet anders. Hoe heb ik de 24 uur ervaren? Hartstikke tof om te doen. Ik heb een behoorlijke afstand gelopen. 13,7 plus 4,8. 17,7 is 18,5 en ik moet nog 3, dus in totaal 21 kilometer. En dat alleen op een ontbijtje van nu bijna 24 uur geleden. Ja, dat valt niet tegen. Zeven items. Nou ja, dat was in principe een makkie. Ik had alles wat ik nodig had. Dus geen klagen. Ik had gekozen voor een makkelijke setup voor mijn onderkomen, zodat ik geen touw nodig was. Leuk om te doen. 3 bestemmingen. Gisteren was ik moe, maar vandaag merk ik wel dat mijn energiepotje leeg is. Dus ik ga op de laatste restjes energie die ik nog heb naar huis toe. En dan moet er eerst maar eens goed ontbeten worden. Maar al met al, ik vond het een hartstikke leuke uitdaging. Ik had de indruk dat Hans het ook hartstikke tof vond. Dus ja, nu hoop ik dat de andere heren niet te lang op zich laten wachten met hun filmpjes. Ik weet dat jullie het druk hebben. Maar het is gewoon leuk om naar te kijken. Dus
En wat me opvalt is dat je heel anders naar eten gaat kijken. Die maïskolven, ja, daar denk je normaal gesproken niet aan. Maar nu is het een aanvulling op je dieet. Dus je plukt ze. De hazelnoten, degene die er nog hangen, je plukt ze. Je weet niet of er wat in zit. In dit geval niet. Maar goed. De beukennootjes. Ja, dat was een leuk verhaal. Ik had een hele zak vol met beukennootjes bewaard. Ik heb gisteravond in mijn tent wat zitten pellen. De helft van de beukennootjes zat niks in. Toen heb ik besloten dat de andere helft de pot op kon. Want dat kostte meer energie als dat het opleverde. Over het geheel genomen. Leuke ervaringen gehad met mensen. Leuke gesprekken gehad met mensen. Ja, geslaagde uitdaging. Zo, mijn 24 uur zit erop. Het is 11:55. Laatste timecheck. Het was me een waar genoegen. Ik wens degene die na mij komen heel veel succes. Ik vond het hartstikke leuk om te doen, maar ik zou zeggen tot de volgende keer. Mooi.